Hallo allemaal, in dit filmpje gaan we kijken hoe je decimale getallen of comma-getallen kan gaan optellen en aftrekken. En we beginnen weer met een voorbeeldje uit het dagelijks leven. Kirsten gaat naar de supermarkt en ze koopt daar een reep chocolade van 2,10 euro. Nadien koopt ze nog een fles fruitsaf van 1,45 euro. En als laatste neemt ze een pakje tomaten van 1,15 euro. Hoeveel moet Kirsten betalen in de supermarkt? Okay, voor we daaraan gaan beginnen, gaan we altijd eens kijken naar wat we weer allemaal gegeven hebben. We weten dat ze een reep chocolade koopt van 2,10 euro, een, tea, een fles fruitstap van 1,45 euro en een pakje tomaten van 1,15 euro. Wat zoeken we? Wat is er gevraagd? Hoeveel ze nu in totaal moeten betalen? Hoe kan ik dat nu gaan berekenen? We zullen inderdaad alle prijzen bij elkaar moeten optellen. 2,10 euro plus 1,45 euro plus 1,15 euro. 2,10 plus 1,45 is al 3,55, plus nog eens 1,15, komt in totaal op 4,70 euro. En nu hebben we eigenlijk decimale getallen al bij elkaar opgeteld. We gaan kijken naar het stappenplantje over hoe je dat moet doen. En eigenlijk ken je dat stappenplannetje al van het optellen en aftrekken van gehele getallen. Dus het is eigenlijk niet helemaal niet. Onze eerste stap is hetzelfde als bij de breuken. We gaan twee tekens na elkaar wegwerken. Wie weet het nog, twee plusjes na elkaar wordt. Inderdaad, plus twee minnetjes na elkaar wordt. Ook plus, want twee dezelfde tekens. Wordt positief. Een minnetje en een plusje na elkaar wordt min en een plusje en een minnetje wordt ook min want twee verschillende tekens werd altijd negatief. Onze tweede stap is eigenlijk een vraag. We gaan onszelf afvragen of beide getallen in onze opgave hetzelfde teken hebben. Als het antwoord op die vraag ja is, gaan we naar de linkerkant van ons schema. Dus als je twee keer hetzelfde teken hebt, je hebt twee keer een positief getal of twee keer een negatief getal, dan ga je dat teken behouden. Dus als je twee positieve getallen hebt, dan heb je ook een positieve uitkomst. En als je twee negatieve getallen hebt, dan heb je ook een negatieve uitkomst. Om dan te weten welk getalletje daarachter komt, gaan we de absolute waarde, dus de getallen zonder tekens bij elkaar optellen. Oké, okay, stel nu de PR getallen hebben niet hetzelfde teken. Je hebt één positief getal en één negatief getal, dan ga je het teken moeten behouden van het getal met de grootste absolute waarde. Dus het grootste getal, tekent je dat daarbij staat, dat gaat het teken van de oplossing worden. Als je dat gedaan hebt, moet je natuurlijk nog de uitkomst berekenen. En dat doe je door het getal met de grootste absolute waarde min het getal met de kleinste absolute waarde te doen. Dus nu gaan we onze getallen zonder tekens van elkaar aftrekken, niet optellen. We gaan eens kijken naar een paar voorbeeldjes en dan zal het al veel duidelijker worden. Min 5,3 plus min 2,8. Onze eerste stap is nog steeds: werk twee tekens na elkaar weg. Ik zie hier plus, min naast elkaar staan. Een plusje en een minnetje naast elkaar, dat werd inderdaad min. Dus krijg ik min 5,3 min 2,8. Dan gaan we onze vraag moeten beantwoorden: hebben beide getallen hetzelfde teken? Ik heb min 5,3 en min 2,8. Ik zie 2 keer min, 2 keer negatief, dus mijn beide getallen hebben inderdaad hetzelfde teken. Dus kom ik aan deze kant van mijn schema terecht. Wat moet ik dan doen? Stap 3 is ik ga het teken behouden. Dus ik had 2 keer min, dus mijn oplossing wordt ook negatief. En om dan mijn getalletje te weten, moet ik de absolute waarde gaan optellen. 5,3 plus 2,8. 5,3 plus 2 is al 7,3. Plus nog eens 0,8 erbij, wordt 8,1. Dus krijg ik als oplossing min 8,1. Tweede voorbeeldje. 2,72 plus 1,23. Stap 1. We werken twee tekens na elkaar weg. We zien dat er geen twee tekens na elkaar staan, dus kan ik deze stap al overslaan. Dan ga ik mij afvragen: hebben beide getallen hetzelfde teken? Ik zie daarbij 1,23 plus staan, maar voor 2,72 staat niks. Welk tekentje stond daar nu weer voor als er niks stond? Dan was dat inderdaad altijd plus. Dus ik zie twee positieve getallen. Ik heb weer twee keer hetzelfde teken. Ik ga weer aan deze kant van mijn schema moeten verder werken. Dus dat wil zeggen, stap 3. Ik moet mijn teken behouden. Ik had twee keer plus. Dus mijn oplossing zal ook positief zijn. De oplossing blijft plus. En de laatste stap is dat ik de getallen ga optellen. 2,72 plus 1 is al 3,72. Plus nog eens 0,23. Krijg ik 3,95. En dat plusje bij de oplossing mag je uiteraard ook weglaten. Je mag ook gewoon 3,95 schrijven. Voorbeeld 3. Min 1,7 min min 3,5. Stap 1, twee tekens na elkaar wegwerken. Min en min, dat werd plus. Dus krijg ik min 1,7 plus 3,5. Ik ga me weer afvragen, hebben beide getallen hetzelfde teken? Ik zie min 1,7 en plus 3,5. Ik heb 1 negatief getal en 1 positief getal. Ze hebben dus niet allebei hetzelfde teken. Ik kom dus aan de rechterkant van mijn schema terecht. Dat wil zeggen dat mijn stap 3 nu zal zijn. Ik behoud het teken van het getal met de grootste absolute waarde: 1,7. En 3,5. Welk getal is het grootst? Dat is inderdaad 3,5. Dus zal ik de plus behouden. Wordt mijn oplossing positief. Ten slotte ga ik nu de absolute waarden niet moeten optellen, maar ga ik ze van elkaar moeten aftrekken. altijd het grootste getal, de grootste absolute waarde, min de kleinste absolute waarde. Dus ik ga in mijn hoofd 3,5 min 1,7 uitrekenen. 3,5 min 1 is al 2,5, min 0,7 is 1,8. En zoals je weet, plusje moet je niet schrijven, je mag ook gewoon 1,8 schrijven. Een laatste voorbeeldje: 6,2 min plus 3,6. We beginnen weer met de twee tekens na elkaar weg te werken. Ik heb min en plus, dat wordt dan min, dan krijg ik 6,2 min 3,6. Dan moet ik weer gaan nadenken, hebben beide getallen hetzelfde teken of niet. Voor 6,2 staat er weer niks, maar we weten als er geen tekentje voor staat, staat er eigenlijk altijd plus. En voor 3,6 staat min. Dus ik heb weer 1 positief getal en 1 negatief getal. Dus dat wil zeggen dat ze niet hetzelfde teken hebben en dat ik weer aan de rechterkant van mijn schema terecht kom. Stap 3 zal dus weer zijn het teken behouden van het getal met de grootste absolute waarde. 6,2 en 3,6. Welk is het grootste getal? Inderdaad, 6,2. En we weten dat daar eigenlijk plus voor stond. Dus het teken van mijn oplossing is ook plus, is positief. En dan als laatste moeten we de absolute waarde aftrekken. Altijd de grootste absolute waarde min de kleinste. 6,2 min 3,6. 6,2 min 3 is al 3,2, nog eens min 0,6 krijg ik 2,6. En zoals je weet moet je het plusje dus inderdaad niet schrijven, mag je dat ook weglaten. En zo kunnen we dus decimale getallen gaan optellen en aftrekken. Nog een tip voor degenen die het moeilijk vinden om te rekenen met getalletjes na de komma: je mag ook altijd gaan cijferen als je dat gemakkelijker vindt. Bijvoorbeeld, als ik 6,2 min 3,6 moet doen, schrijf ik die mooi onder elkaar met de komma mooi onder elkaar en kan ik zo gaan cijferen. 2 min 6, dat gaat niet. Dus zal ik bij de 6 eentje moeten gaan lenen, krijg ik er 10 bij. 10 plus 2 is 12. 12 min 6 wordt 6. Dan heb ik de komma, die schrijf ik over. Bij de 6 ben ik eentje gaan lenen, dus daar blijft nog maar 5 over. 5 min 3 wordt 2. En ik vind mijn oplossing, die ik daar straks ook gevonden had uit mijn hoofd, 2,6. Dus bij moeilijkere getallen, of als je dat nog moeilijk vindt, mag je cijferen op een Ook okay, Hier zien we nog eens het stappenplannetje. Dus altijd eerst twee tekens na elkaar wegwerken. Dan pas nadenken. Heb ik hier twee positieve getallen en twee of twee negatieve getallen of heb ik één positief getal en één negatief getal? En dan aan de juiste kant van het schema verder werken. Heb je twee positieve of twee negatieve getallen? Behoud je dat tekentje en tel je de getallen op? Heb je één positief en één negatief getal? Behoud je het teken van het getal met de grootste absolute waarde. En ga je daarna de getalletjes aftrekken. Nu is het aan jou. Veel succes!